namens de Hengelsportvereniging Almere. Ik ga u nog even zeggen, ik heb begrepen dat u heel veel sheets hebt, maar u krijgt toch 5 minuten maar van mij. U wist het, u moet nog wel op de knop drukken, anders hoort niemand u. U krijgt 5 minuten om uw toelichting te geven. Maar dan hoop ik wel dat de presentatie ook eerst in beeld is. Kijk, ik zal het kort houden en in 5 minuten, want dat lijkt een uitdaging met 26 sheets, maar dat kunnen we wel. Mijn naam is Paul Maassen, ik ben bestuurslid van de Hengelsportvereniging Almere. En namens het bestuur willen wij onze visie hier neerleggen bij de raadsleden over het gesloten coalitieakkoord, met name met betrekking tot de hengelsport die daarin genoemd wordt. Een aantal van jullie heb ik ook gemaild, of u, laat ik het zo zeggen, om daar informatie over te geven. En ik neem u even mee. En dan is de vraag altijd, hoe gaat die verder? Nou, waarom zijn we hier? Eigenlijk willen wij de passage over de hengelsport uit het coalitieakkoord, daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Even wat dingetjes over de hengelsport. We zijn groot in Nederland. Ik denk dat het wel van belang is om daar even te realiseren dat de hengelsport enorm groot is. 1,7 miljoen mensen hebben gevist de afgelopen jaren. 10% van de Nederlandse bevolking doet dat. Er gaat 1 miljard euro om in omzet in hengelsportgerelateerde en economische zaken. En de hengelsport is een volwaardige sport aangesloten bij NOC-NSF. Vissen heeft een enorm grote maatschappelijke impact. Ik heb hier een aantal gezondheidsfactoren genoemd die uit allerlei wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen. Dus daar kunt u zich tot richten. Het heeft te maken met ontspanning. Het heeft ook te maken met serieuze therapeutische benadering. Waarmee ook bij de hengelsport gezorgd wordt dat mensen met bijvoorbeeld PTSS ook geholpen worden om zich weer verder te goed te ontwikkelen. En het is natuurlijk een prachtige vorm voor natuurbeleving. Ja, nou dan is het Almeerse Hengelsportvereniging, dat is misschien wel goed om te realiseren, een hele grote vereniging met 6200 leden. De meeste van u weten dat waarschijnlijk niet, maar daar zijn we ver weg de grootste vereniging van Nederland. En we hebben een ambitie en die staat hieronder wel in het dik gedrukt en dat is eigenlijk ook de kern van het verhaal. Wij dragen actief bij, dat is ook het enige wat ik voorlees, maar aan een inclusieve, gezonde lokale samenleving. Door actief inzet voor diverse groepen te interesseren en ook te faciliteren om sportvisserij te beoefenen. En ook van het buitenleven te genieten. Wat doen we? We werken aan vislocaties voor minder valide. Dat vinden we belangrijk. We werken samen met Vitré en de jeugdzorg om te kijken of we kinderen die uit huis geplaatst zijn kunnen meelaten doen aan jeugdactiviteiten. Daar organiseren we van alles voor. We werken samen met de wooncentra hier in Almere om mensen die daar in een isolementsom zitten naar buiten te halen. En daar gaan we mee vissen. We werken samen met de opkikker en we werken samen met de buurtsportcoaches om het sportakkoord vorm te geven. Hier wat voorbeelden. Gisteren een mooi feest bij de Draaikolk, buurthuis in Waterwijk waar we actief waren. De opkikker. En hier een hele ingewikkelde operatie om met mensen in rolstoelen te gaan vissen op een plek die bijna ontoegankelijk is in Almere. We doen ook een kennisontwikkeling, misschien ook wel belangrijk. Werd net gezegd om de universiteit hier naartoe te halen. Dat is heel fijn. De hogeschool hebben we al, daar werken we actief mee samen. We hebben een onderzoeksagenda met Eres Hogeschool. We hebben een leerwerkovereenkomst met MBO van Eres. Dus wij hebben ook allemaal studenten en die begeleiden we ook. En die laten we ook onderzoek doen. Hier een mooi voorbeeld van. Andere kant van belang is dat wij als hengelsportvereniging ons actief inzetten. En hier staan een aantal voorbeelden van waar het gaat om natuurbewustzijn en dierenwelzijn. We werken naar loodvrij vissen toe. We hebben een verbod op levennetten. We willen dat alle leden weerhaakloos vissen. We doen clinics voor informatie en educatie. En we zijn streng, doch rechtvaardig waar het gaat om handhaving. Hier de plaatjes van de weerhaakjes. De Green Deal 2027. Wij zijn voorbereid in Almere. En ook de positieve kant, sportvissers zijn ogen en oren. Wij signaleren met onze leden dat er enorme vissterfte is waar anderen niet op komen. En daar handelen we ook naar. En dan het coalitieakkoord. Bouwen aan een gezonde toekomst, maar helaas volgens ons niet voor iedereen. Prachtig dat er in het coalitieakkoord iets staat over de recreatie en het bevorderen van mensen om te gaan sporten. He, voor alle doelgroepen, de kern van het verhaal, de kern van het sportakkoord. Maar helaas in het coalitieakkoord staat ook het volgende. Hengelsport bijna gelijkgesteld met dierenleed. Gemeente faciliteert de hengelsport niet. Geen stijgers, geen visvoorzieningen voor ouderen en minder valide. En ik kan u eens, aanraden om eens te gaan praten met woonzorgcentra. Om eens te kijken hoe moeilijk het is om die mensen aan de waterkant te krijgen. En hoe graag ze dat willen. Eigen ervaring.
Bereikbaarheid, is die op dit moment goed? Want er kan verwezen worden, we hebben voorzieningen. Nou, dit zijn twee plaatjes. We hebben de tientallen van de stijgers en de mogelijkheden, zeg maar onmogelijkheden, om de waterkant te bereiken. Dus dit is de situatie nu. Dit is een situatie waarin we samen hebben gewerkt met de gemeente. Fantastische samenwerking. Vergunningen werden geregeld en wij hebben een groot deel van de kosten op ons genomen om visvoorzieningen te realiseren. Dat willen we meer, maar dat kan straks niet meer. Dan hebben we nog een Almere Sportakkoord, ook wel interessant, waar erg voor zijn. We richten ons met name op de groepen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is. Sportparticipatie. Nou, dan is de politieke overdenking voor ons heel helder. Nou, hoe realiseer je dan de doelstelling van het sportakkoord als de waterkant niet bereikbaar is voor de heelsporter en er een tekort aan visvoorziening is, dan weet je 1 en 1 is 2, dat gaat niet werken voor deze doelgroep. Met andere woorden, onze analyse om u te helpen bij straks uw politieke besluitvorming. De passage in de hengelsport is wat ons betreft zo ingericht dat het ouderen en minder lieden uitsluit van de hengelsport. Het staat volgens ons haaks op hetgeen wat in het sportakkoord is vastgelegd in Almere. En het staat haaks op de maatschappelijke opdracht die u ook heeft als politiek om een inclusieve samenleving te creëren. U heeft gezien, dat kunnen we nog toelichten, de hengelsport heeft een grote en een maatschappelijke relevantie. Hengelsport is meer dan dierenleed, het smalle perspectief wat soms geschetst is. En over pijn bij vissen is geen wetenschappelijke consensus, geen empirische evidentie. En dat wil ik toch wel even benadrukken voor degenen die er nog meer over willen weten. Dat willen wij graag laten zien. Kortom, onze enige conclusie, passage hengelsport uit het coalitieakkoord. En ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, u hebt het precies binnen de 5 minuten gedaan. Wie weet, mag altijd. Op zich is het niet gebruikelijk dat we applaudisseren voor insprekers. Maar u vond het wel vast wel fijn. Dus wilt u uw blijken van afkeuring of adhesie vanaf nu dan even weglaten? Zodat we weer we hebben net de afscheidsbijeenkomsten gehad. Maar we gaan nu ons gewoon aan de ordentelijke vergadering wijden, meneer Maas. Zijn er nog mensen die een vraag willen stellen aan meneer Maas? Want dat mag altijd bij een inspreker. Meneer Eekhuis. Mag meteen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde vragen aan de inspreker van de vereniging wat voor consequenties dat heeft voor mensen die niet meer in Almere kunnen vissen. Betekent dat voor hun dat zij dan buiten de stad moeten gaan vissen? En is dat dan ook wel mogelijk omdat er misschien wat minder draagkrachtige mensen tussen zitten? Ik ga even alle vragen verzamelen. Dan de heer Bouatui. Kunt u het onthouden, meneer Maassen? Ja, hè? Meneer Bouatui en meneer Jansen zag ik. Meer zag ik er niet. Meneer Bouatui? Ja, dank u voorzitter. Een kleine vraagje. Het gaat hier om het faciliteren van de bepaalde activiteiten of het aanleggen van de stijgers. Betekent dat dat jullie activiteiten eigenlijk geen doorgaan kunnen krijgen? Of is dat in minder mate of op lange termijn zullen jullie pas de effecten merken? Even nog meer daarover, alsjeblieft. Dank voorzitter. De vraag die wij hebben is eigenlijk, is u überhaupt contact geweest met de 7 beoogde coalitiepartijen met uw vereniging? Dat waren de vragen, meneer Maas. Kunt u beantwoorden? Ja, begin ik bij de laatste. Er is geen contact geweest, op geen enkele manier in de voorbereiding op het coalitieakkoord. Dus dat vinden we ook erg jammer. Nou, dat is denk ik het antwoord wat ik kan geven. Daar kunnen we wat van vinden, maar dat is aan u om daar verder iets van te vinden. Terwijl wij in Almere wel een hele actieve vereniging zijn die ons inzetten voor een hele grote doelgroep. Dat wil ik dan nog wel even benadrukken. Met name de minder valide, de ouderen, en waar het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dus dat is denk ik wel het punt waar ik ermee wil maken. Wat de consequenties zijn, ik denk dat we in de presentatie hebben laten zien dat het onderhoud aan stijgers en visvoorzieningen op dit moment al belabberd is. Het aantal stijgers hebben wij in kaart gebracht. Daar hebben we foto's van gemaakt. We hebben er even 2, 3 uitgehaald. Maar dat betekent dat mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel bijna niet aan de waterkant kunnen komen. Dat is gewoon directe consequentie. Dus wat wij doen als vereniging is nadenken en overleggen met gemeente en instellingen om te kijken op welke manier geschikte voorzieningen voor deze groep mensen gerealiseerd kan worden. Dus als daar geen ondersteuning in is, dan is op korte termijn A, het onderhoud al een probleem en B, ook de realisatie van visvoorzieningen een groot probleem voor een groot deel van de Almeerse bevolking. Of groot deel.
ouderen in zorgcentra die willen vissen, kunnen niet vissen. Zo simpel is het. Dan moeten we halsbrekende toeren uithalen om ze een keer naar de waterkant te krijgen. De reguliere visser, daar hebben we het niet over. Die regelt het wel. Die kan buiten en binnen de polder overal vissen. Maar juist de kwetsbare groepen, ouderen, minder valide, daar is wat ons betreft deze passage niet passend bij. Hebt u alle vragen beantwoord? Denk het wel. Dank u wel. Dank voor het inspreken en ook voor het beantwoorden van de vragen.